Dit is een gezicht. Dit is ook een gezicht. Maar dit is ook een gezicht. En dit. Mensen zijn geneigd om overal gezicht in te herkennen. Zelfs in een rug. Of een paar handen. Maar ook in 3 stukjes fruit. Of in 50 stukjes fruit. Of in een aardappel. Zelfs dit zien we als oude man met de snor. Soms herkennen mensen Maria in een tosti. Of Jezus in een landschap. Of Jezus in de achterkant van een hond. Sowieso zien we in de natuur veel gezichten. Bijvoorbeeld een zingende boom. Een fluitende boom. Een trieste boom. Een vrolijke boom. Een boom die je niet graag in het donker tegenkomt. Een hele lekkere boom. Een boom die in elkaar geslagen is. Of een boom die even uitrust na een lange strandwandeling. Ook rotsformaties leveren vele gezichten op. Een Frankenstein, een slapend indiaan, een man die even zijn hond uitlaat, een vrijend stelletje. Raar genoeg zijn de hersenen van mensen zo geprogrammeerd dat ze overal gezichten inzien. Zelfs in een vrolijk melkpak, een juichend pak koekjes. Je hebt bijvoorbeeld een schrikachtig toilet, maar ook hele vrolijke potten. Met een even zo vrolijke doorspoelknop. Maar waarschijnlijk had het papieren handdoekapparaat net een leuke mop verteld. Als je eenmaal begint, ga je echt overal gezichten in herkennen. Neem deze verdrietige wekker, je vijandige ijskast, dit boze blaadje, een opgeruimd huis met een vlotte zijscheiding. En wat dachten we van deze Pinocchio's? Of een achterdochtige badkuip, een wastafel met een grote bek en zijn knappe vriendinnetje. Ook op straat kun je zomaar schrikken van een onaardig paaltje, een agressief verkeersbord. Of je hebt het ongemakkelijke gevoel dat iemand naar je zit te kijken. Soms kan ik gewoon medelijden hebben met een jas. Of denk je, hey, is dit Gonzo, die hond uit de Muppet Show? Ja, en dat is toch ook een Muppet? En verdomd, die rugtas, dat is toch gewoon Kermit de Kikker? Afijn, als je eenmaal ergens gezicht in herkent, dan houdt het niet meer op. Een deurknop die hoi zegt, een niet-apparaat die mediteert, een kaarsrasp die zichzelf nogal grappig vindt, een koffer die je gewoon uitlacht, een radio die een voortand mist, een tevreden hoedje, een angstige mengkraan, een verontwaardigd stopcontact, een onbetrouwbare portemonnee, een riem met een laag IQ, 2 slippers met een nog lager IQ, een paar metalen beugeltjes die op hun hond zijn gaan lijken, een haai-eetbandje die ook op zijn hond is gaan lijken, een gesp die ook op zijn hond is gaan lijken, een alarmwekker die ook op zijn hond is gaan lijken, een gitaar die denkt dat hij kan zingen, een nieuwsgierige afstandsbediening, een dressoir die nog de kast moet komen, een boze brandkraan afkomstig van de Paaseilanden, een paar Halloween schoenzolen, een toevallig bovenaanzicht dat ineens terug begint te kijken, je bureaustoel die je 's ochtends verwelkomt, en soms kijk je gewoon naar buiten en denk je, zou er in de hemel misschien dan toch een God bestaan?